uit bloed dat volgens mij, nou ouwe. Ja? Ik zweer het je. Knol power! Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb een hele leuke mededeling. Want alle zomershirtjes en de Knolpower zomershirtjes die staan online op knolpower.nl. Het is vandaag weer een prachtige dag en er gaan weer wat gekke dingen gebeuren. Ja hoor, er staan hele leuke dingen op de planning. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik zou zeggen, doe even een blauw duimpje omhoog. En ga er lekker voor zitten, want het wordt een mooie, gekke dag. En ik kwam trouwens zo net echt een hele vette auto tegen. Wow. Damn! Woehoe. Ja, daar komt hij hoor mensen. Oh, wat een auto hé. Zo, lekker hoor, lekker hoor. Zo. We reden ook zo net even onder het tunneltje en even gruwelijk. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe hoesje? Sok de Poes, samen met Bumper. Oh, lief hè, allebei de huisdiertjes erop. Nou, daar gaan we hoor. Ik heb vernomen dat het heel erg klein is, maar we gaan eventjes kijken. En ik ben dan ook in het huis van Roy. Yo! Hoe zijn kamer eruit ziet. Ja, het is echt, dit is wel echt mijn pronkstuk. Ik ben hier heel erg blij mee. Nee, serieus, ik ben er echt blij mee. Dit is wel echt heel vet. Het is vet, hè? Ja. Weet je, het verhaal hierachter is eigenlijk ook best wel grappig. Gozer met plakband. Het zit gewoon vast met plakband. Gast, ik heb dit echt 10 jaar geleden gevonden of zo. Ik speelde veel te veel buiten. Je kent het wel, je was jong en dan ga je veel buiten spelen. En ik vond deze gewoon op de grond. Ik dacht van, gast, ik dacht, Roy, dit is ideaal. Dus ik had meegenomen naar huis. Vastgeplakt met plakband. Wauw. En dat hangt er gewoon nog steeds. Dus in ieder geval. Dus als iemand nu de vlog kijkt en dit mist. Ja. Roy heeft hem. Ik heb hem gestolen. Nou, eerlijke vinger. Eerlijk gevonden. Oké. Dit is jouw stekkie. Wow. Dit is het. Dit is je plekje. Dit is het gewoon. Oké, twee beeldschermen. Je heeft zijn studiolamp. Yep. Ja, Roy heeft een hele gekke microfoon. Ja, ik heb nu deze. Oh, je gebruikt nu deze? Ja. En hier staat mijn PlayStation, mijn Xbox One, mijn gaming laptop. Alles hier? Ja. Jeetje mina. En je hebt ook in het verleden wat gaten geboord, zo te zien. Wat heb je allemaal gedaan, joh? Ja, daar heeft mijn optrekstang gehangen. Dus ik had een optrekstang. Oh, voor je gewicht, ja, voor man, trainen. Voor, ik op een gegeven moment was ik er best wel goed. Toen kon ik ook muscle-ups en zo. Maar in het verleden was je wat zwaarder, want... weet je wat het is? Moet je maar eens op kloppen. Dit is geen draagmuur. Oh, dit is gewoon gips later... of zo. Oh, daar kwam je later pas achter. Vergelijk eens met die muur, als je daarop gaat kloppen. Oh ja. Dus deze muur hadden we achteraf, want het is niet zo... Oh, die houdt het volgens mij niet helemaal, dat vertrek. Dus Jeetje, dus dan ben je hier aan het opnemen en dan land je meteen in je bed hier zo. Zo. Ja. Ja, serieus. Ja, en hier staat dan mijn greenscreen en dat is ook nog een kunstje. Oké. Dat kan alleen als de deur dicht is. Ja. En dan moet dit dingetje, die zet ik dan hier neer. Zodat mijn greenscreen daarop kan leunen en voor de andere helft mijn bed. Jeetje. En dan werkt het. Dit is wel een mooie boodschap, denk ik, voor alle mensen die YouTuber willen worden. Uh-huh. Het is niet zo dat je per se een professionele studio en het beste apparatuur nodig bent om video's te maken. Klopt. Ik bedoel... je kan het echt letterlijk overal starten. En helemaal niet lullig bedoeld tegenover Roy, want ik bedoel, een mooie apparatuur, dat heeft hij. Uh-huh. Maar ruimte, dat zien we, dat heeft hij niet zoveel. Nee. Maar toch fix jij gewoon die Fortnite-video's. Ja, elke dag, hè. Ja, zeker weten. Dus inderdaad, dat is het ook gewoon zeker. Toen ik begon met YouTube, had ik zoiets van, ik heb dan weliswaar niet de ruimte ervoor. Maar als je gewoon een beetje de standaard beginapparatuur koopt, waardoor je wel... goede kwaliteit neer kan zetten, dan moet het goed komen. Zeker. En dat is gelukkig ook goed gekomen. Ja, gelukkig. Ja. We zijn eventjes in de speelgoedwinkel, omdat we vanmiddag met de boot gaan en we zijn naar wat spulletjes aan het kijken waar we in kunnen zitten achter de boot. Nou, geloof het of niet, maar we hebben hier een topprijs, een toppertje van de toppertje voor 18 euro's. We gaan dit zwembad meenemen en hier gaan we gewoon inzitten en dan achter de boot. Dat is geniaal. Klinkt als een verschrikkelijk plan. Ja, verschrikkelijk goed plan. Nee, wordt weer een leuke vlog. Ja, sowieso. Als ik zo kijk, en nu heb ik niet echt veel ervaring op de boot, dan zou ik zeggen dit gaat hem niet worden. Maar blijkbaar kan je daar dus gewoon onderdoor. Maar ik weet wel wat leuks dan, denk ik. Nee, is je... Nee! What the fuck, ik schrok me de tering, hoor. Nee, hij komt weer opspringen. Nee. Wie zegt dat we nog onderdoor moeten? Hoppa, we gaan er gewoon overheen. Ik wist niet of het ging lukken, maar het is me gelukt. In ieder geval, ik zal eventjes snel aan jullie vertellen
dat ik ben dus een middagje mee met Roy. Dit is de broer van Roy, dit zijn drie vriendinnen van Roy en dat is een vriend van Roy. En we gaan gewoon gezellig het water op. Yes. En dan gaan we gewoon een leuke dag hebben. Kijk, dit gaat ook nog maar net. Ah, dankjewel. Het scheelde niet veel, joh. Ik was niet aan het opletten. Ik denk, deze keer ga ik er maar niet overheen, want je hebt daar een openbare weg. En dan was het doei Enzo. Dan kwam ik niet meer aan de andere kant en dan dacht iedereen, waar is Enzo? Lijkt me niet zo handig. Hey, moet je kijken, Doggy! Hey! Doggy, ik wil aaien! Doggy! Zo, dit is wel even lekker hoor. Mensen, lekker muziekje erbij, op de boot. En het is gewoon windstil. Dus dit is gewoon genieten tot de max. Ja, jongen. Het zwembadje. Met een zwembad in het water. Ja, precies. Dit is echt weer zo'n domme, impulsieve aankoop. Maar wordt waarschijnlijk hartstikke leuk. Gewoon een waterpet. Ga het nog een keer doen, Enzo. Kan die? Ja, hoor. Dan gaan we, hoor. Ga je vooruitsalto doen? Ja, ik kon het altijd. Maar kan ik het nog steeds, is de vraag. Ja, dat verleer je niet. Het is net als veten strikken. En anders gaat het maar één keer fout. Nee, ik kan... Oh, nu moet je wel. Nu moet je wel. Oh! Hij was gezellig. Je ziet hem ook gewoon amper liggen. Probeer nu maar eens hierheen te komen, jongen. Pak het zo. Oh! Oh! Gast, dat zwembad is echt geniaal. Ja, dit was een goed idee. Maar het voelt ook gewoon echt als landen in een waterbed. Dat zei je heel goed. Het is echt, het ligt als een waterbed. Ja, echt. Bizar. Eigenlijk ook wel logisch. Ja, zwembad, op het water. Eigenlijk een hele domme conclusie. Ja. Komt-ie! Kom maar! Oké, ik heb iets heel moois. Wil je je broertje pakken? Ja, ja. Oh, wat ziek, ouwe. Kijk deze. Roy! Denkt die jongen even lekker een dagje rust op het water? Maar nee hoor, neemt Enzo zijn paintball gun mee. Eén keer. Ja! Ik mag als terug! Eén keer. Ik ga hem even te hulp schieten. Mensen, ik ga op reddingsmissie. Helaas kan ik jullie de beelden niet laten zien die ik heb opgenomen toen ik naar Roy aan het zwemmen was. En waarom niet, dat zal ik jullie straks vertellen in de vlog. Het is echt super balen. Yo! Je hebt echt een ei op je rug. Ja. Wow! Leuk hè, paintballgeweer schieten op Roy. Duimpie. Nou weet je, jij mag nu ook op mij. Hé, hey, dat vind ik een goede deal. Oh, ik heb er zoveel zin in. Heb ik je geraakt? Holy shit, god. Holy shit. Hij bloedt volgens mij, ouwe. Ja? Ik zweer het je. Klopt, inderdaad. Ik was aan het bloeden en ik besefte mij op dit moment ook dat het een super dom idee was. Dus alsjeblieft mensen, doe dit niet na. Je hebt me één keer vol geraakt hier. Oh. Wow. Oké, ja. En die andere kan ik niet zien, maar hier ergens. Ja, die is ook een goeie, ja. Jezus. Ja, is goed gekeurd? Ja, zeker goed gekeurd. Nice, man. Deze doet echt moker veel pijn. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Oh. Shit. Het was gewoon meteen instant een bloeduitstorting. Ja, bizar. Het is allemaal bloed die lopen. Ik dacht, nee. Ja, oh, gaan we weer. Maar ik schoot gewoon vol in het midden op je rug. Ja. En jij schaaft gewoon. Weet je hoe pijn dat doet? Ja, klopt. Oh. Sorry man, ik ben nog geen professioneel paintballer. High five. Lekker man. A few moments later. Oké, we gaan in het zwembad. Oké, daar gaan we!
mensen, ik heb slecht nieuws. Ik heb mijn GoPro laten vallen in het water. Nee, ben je niet. Ik ben serieus mijn GoPro kwijtgeraakt. Dat bootje van die jongen ging zo hard. Ik raakte uit balans en mijn GoPro viel uit mijn handen. En die ligt ergens op de bodem met al mijn beeldmateriaal. Die jullie dus niet hebben kunnen zien. Ah, zo kloten. Maar ja, live van een YouTuber. Maar ik denk dat we het nog even één keer gaan proberen. Dan gaat het zwembad leeg. Kom ik met de jongensboot die echt reet te snel gaat, kom ik langs. Spring ik vol in dat zwembad. Ging goed of niet? Ja! Kom op, Roy! Daar gaan we! Kom op, Roy! Lekker, Roy! Volgouwe mensen, respect hoor. Heel erg bedankt man. Shout out naar deze guy, super sick. Oké, we gaan het zwembad weggeven. Wie wil hem hebben? Hola. Hey, wat zei jij? Ben ik beter dan Roy? Wie is er beter in Fortnite, Roy of Enzo? Lekker man, Roy. Even dutje doen hè, op het ijsje. Die Roy is aan het genieten, jongens. 2 hours later. Goedje! We zijn zo net, dat was wel een beetje apart, we zijn zo net met allebei onze eigen auto van Roy naar dus mijn huis gegaan. Gozer, ik heb zo'n chille dag gehad vandaag. Ja gast, het was fucking fit. Ik ben echt zeer, ik heb zoveel pijn. Niet alleen van de paintball, maar ook echt gewoon zwaar verbrand. Yep. Maar het was sowieso waard. Het was zo vet. Ja. We hebben nog op een band gezeten, we hebben in een zwembad gezeten. Een zwembad op het water. Het was echt, gast, we hebben zoveel vette shit. Het was gekke werk. Echt nog steeds zo balen. Ik ben gewoon mijn GoPro 6 kwijt. Ja, dat is wel echt jammer. Want je had toch één zieke rescue mission. Want toen hij me gehit had op mijn rug met zijn paintballgeweer. Yep. Dat kunnen jullie dus helaas niet zien. Maar toen was hij met zijn GoPro als een gek in het water gedoken. Achter me aangezwommen. Helemaal de boot binnen gehengeld. Ik zei, Roy, nee, Roy, kom. Ja. En dat zit er nu dus helaas niet in. Maar helaas. Ja, ik weet het wel. Ik hoop dat iemand het ooit nog terug gaat vinden, die GoPro. Ja, en de beelden bekijkt en denkt, wow, dit was nice. Die hebben gekke shit gedaan. Ja, besef, die zien dan gewoon dat we op elkaar schieten. Ja. Want ik had gewoon de GoPro op de paintball geplakt. Ja, het is zo vet eigenlijk. Gekke werk. Ja, jammer. Maar in ieder geval, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Morgen staat ons weer een leuke dag te verwachten. Want ik heb voor Roy een verrassing gefixt. Ik ben zo benieuwd. Hij heeft werkelijk geen flauw idee wat gaat gebeuren. Ik natuurlijk wel, want ik heb de verrassing geregeld. Wordt super tof. Zorg dat je erbij bent morgen om 4 uur. Bedankt voor het kijken. Vergeet dat duimpje niet. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van mij hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol power.